Goedemorgen, het is vandaag 6 december en vandaag ga ik me verkleden tot Minnie Mouse op stream, want het is Disney update en ik wist dat ik die nog had liggen van een heel oud feestje van vroeger en toen dacht ik, oh mijn god, die ga ik aantrekken op stream, dat vond ik super grappig zelf, dus dat ga ik nu doen. Zo, ik heb de stream gedaan. Ik heb 7 uur gestreamd. Ik ben ondertussen mijn haren los aan het doen, want dit zat er echt helemaal niet lekker. 2 van die staartjes. Helemaal pijn aan mijn hoofd van gekregen. Maar het was wel echt heel leuk. Iedereen vond het leuk. Ik heb niemand gehoord die het niet leuk vond. Dus dat kunnen we best wel een keer vaker doen. Iets grappigs aantrekken op stream. Nu ga ik Olivia ophalen, want die was bij mijn schoonouders altijd op dinsdag. En ik heb eigenlijk niet zoveel plannen verder, dus we gaan even kijken hoe de avond eruit ziet. Hey, 400% increase in subs. Ja, ik had heel veel suppies vandaag. Ja, zeker bij streamen. Oh. Kijk, ik zit voor de kerstboom. Achter voor de kerstboom. Dus voetbal kijken en we gaan lekker op de bank zitten. Nicky is een beetje verkouden. Ja, en ik moet minder dom doen, want Sjoerd die zit dus de vlogs te kijken. Ja, Sjoerd had een bericht gestuurd. Hij zegt, ik ben zo blij met de vlogmus. Dit is voor jou, jongen Sjoerd, dit is voor jou. Kom, kijk. Het duurt wel even hoor, ik loop een paar dagen achter, dus dan krijgt hij pas volgende week te zien. Maar wel voor de kerstmarkt. Ja, we gaan naar een kerstmarkt. Met Sjoerd. Met Sjoerd. Lul zet die jongen. Ja, we zullen hem verheul zetten in de vlog. Ja. Maar ik denk niet dat ik vanavond nog echt veel ga doen. Maar we gaan lekker op de bank zitten. We gaan Expeditie Robinson terugkijken. Een beetje voetbal op de iPad. En dan gaan we vroeg naar bed. Ik wil de chocolade letter op. Oh ja, maar het zijn chocolade harten. Maar die gaan we wel opeten. Ja. Het is een beetje donker, omdat ik de lampen niet aandoe. Want als ik de lampen aandoe, dan gaat de ventilator ook aan. Dus ik heb eventjes nu de lamp niet aan in de badkamer. Daardoor is het dus wel iets donkerder. Ik had gisteren nog een vakje opengemaakt in mijn adventkalender. Deze lippenstift. Die ga ik vandaag niet opdoen. Want het is vandaag mamadag. En als ik lippenstift op heb, dan kan ik mijn dochter geen kusjes geven. Want dan zit ze helemaal onder de lippenstift. Dus dat doe ik op een andere dag aan. Op of pas in de avond. Misschien dat ik het vanavond wel opdoe. Je weet nooit hoe de dag loopt. Het plan voor vandaag is het huis een beetje aan kant maken. Want dat heb ik een beetje laten verslossen door afgelopen weekend. Dat we zo'n vol weekend hadden. Ondertussen maak ik eventjes de nieuwe oven. Nummertje 7. Er staat op. The Delicious Shower Gel with Orange Chocolate Fragrance. Oké. Lekker. Het zijn dus wel allemaal minis. Dat is niet zo heel erg. Maar ik ben benieuwd of er ook een parfummetje in zit. Die kan ik wel echt gebruiken. Maar lekker. Ik ga hem even ruiken trouwens. Want in de toekomst zet ik hem gewoon weg. Orange chocolate. Oh, ga ik naar die snoepjes of die koekjes. Heerlijk. Oh, heel lekker. Nou, die ga ik de volgende keer als ik ga douchen gebruiken. Nu ga ik hem even klaarmaken. De eerste opdracht die vandaag op de planning staat, als Olivia wakker is, is de kerstboom samen versieren. Want ik heb dus het al 1,5 week beneden staan en Nicky zegt, oh, het moet weg, de dozen met ballen. Maar het komt er steeds niet van dat ik het ga doen. Maar nu ga ik het wel doen. Dus dit wordt een leuke vlog. Hier heb ik al mijn eetbare ballen uitgestald. Ik ga er een paar alvast in hangen en dan doe ik dadelijk als Olivia wakker is de rest erin hangen met Olivia samen.
Oké, ik heb alle glazen ballen erin gehangen en blijkbaar heb ik er heel veel. Ik dacht dat er heel veel niet glazen waren en plastic waren, maar al die Lidl ballen zijn ook van glas. Dus ik heb echt bijna de hele boom van nu vol hangen. Dit zijn de enige ballen die Olivia nog kan ophangen, dus het zijn er niet zoveel helaas. Maakt niet uit. Ze is ook nog pas 9 maanden natuurlijk, nog niet eens. Dus ik had ook niet hele hoge verwachtingen met het versieren van de boom. Nu ga ik de rest van het huis eventjes ontherfsten en weer kerstig maken. Dus daar ga ik nu mee aan de slag. Oh ja, en waarom ik de camera erbij had gepakt. Tijdens het optuigen viel er echt zoveel naalden uit. Het is echt heel veel naalden. Dus ik moet echt eventjes wat meer water gaan geven. Want anders overleeft hij niet eens, blijft hij niet eens staan tot kerst, ben ik bang. Ik hoorde dat er iemand wakker was. Is dat zo? Lag je nog lekker te slapen? Nee, ja. Heb je lekker geslapen? Ja. Was je wel aan toe, hè? Je hebt 2 uur geslapen. Oh, moet hij mee? Moet Harry mee? Hou je niet mee? Oh, mijn schatje. Ja. Heb je en de tut in? Nou, die vast. Doe je tut uit? Ja. We gaan de kerstboom optellen. De kerstboom is versierd. Wauw. Moet jij lachen daarvan? Jouw vieren zitten. Je moet je voeten er doorheen doen. Ga je dat niet doen? Moet mama helpen. Zo. Je bent een vervelen jij. Zo. Hop. Nee. Hop. Hop, hop. Die er doorheen. Zo. Hopla. Mooi. Wat ben je net wakker? Doen we deze in de boom hangen samen? Die is mooi, hè? Dan moet je lachen. Die kan niet in de mond, hè? Die kan niet in de mond. Geef maar aan mama. Die hang ik. Mag ik hem niet weghangen? Hang ik hem hier. Mooi hè? En dan doen we deze. Is deze mooi? Die is mooi? Nee? Die is niet mooi. Oké. Die hangen we dan beneden. Wil je deze? Vind je die mooi? Nee? Oké, hangen we ook beneden dan. Als die mooi, niet mooie ballen hangen we beneden. En wat dacht je van deze? Is die mooi? Moet je wel lachen, hè? Oh! Niet mooi. Oh, jij vindt ook geen één bal mooi. Ja, dan heb ik nog deze pizzapunt. Vind je die mooi? Wauw.
Die is wel mooi. Wauwie. Wauwie. Ja, goed zo. Oké. Olivia ligt in haar bedje voor het tweede slaapje van de dag. Ik ben ondertussen de fruithapjes voor volgende week aan het maken. Mango peer maak ik nu. En dit is... deze mango is wel een beetje hard. Ik doe deze stomen, want dan zijn de enzymen in het fruit al iets... Die zijn al omgezet, waardoor het makkelijker te verteren is voor de buik, darmen. Ja, zij heeft anders harde ontlasting en dat is heel zielig. Dus het moet even zo op deze manier. En daarna ga ik de hele onderverdieping opruimen, zodat dat gewoon helemaal schoon is als Nikki thuis komt. En dan hoop ik dat ze een keer wakker is. Ik hoop na 2 uur, maar misschien al na 1 uurtje. En dan gaan we even lekker wandelen. Laura gaat mee wandelen. Die appt vanavond ging wandelen. Ik zeg ik ga vanmiddag met Olivia. Ze zegt oh dan ga ik graag mee. Dus ja, leuke plannen verder. Nu even de hapjes maken. Goedemorgen. Ik begin de dag met een lekker badje. Ik heb deze online besteld op AliExpress. Een soort airwrap is het. En die wil ik dus heel graag uitproberen. Dus die ga ik na het badje gebruiken. Even uitgebreid mijn haar wassen. Ik heb allemaal nieuwe dingen. Oh, vandaag had ik een parfummetje uit de adventkalender. Dus die ga ik ook opsparen vandaag. En mijn moeder komt vandaag oppassen op Olivia, dus ik kan denk ik wel een beetje lipstift opdoen vandaag. Oh, helemaal zin in deze dag. Maar ik begin met een lekker badje. Ik heb een bestelling gedaan bij de babywinkel. Daar waar niet dat ik zo'n passie heb met de babywinkel of zo. Maar ik heb. Sorry, ik ben net aan het vloggen. Maar daar waren de spenen in de aanbieding. Dus ik heb eventjes. Want je moet ze eigenlijk iedere 6 weken vervangen. Nou, dat doen wij niet. Maar ik dacht, het is nu wel tijd om even nieuwe speentjes te kopen. Dus ik heb deze gehaald. Ze heeft altijd de Supreme en dan Rubber Latex. Die heb ik dus even aangeschaft. Dus die gaan we even steriliseren. En dan kunnen we de andere spenen weggooien. Ik heb ook nog een pakketje van de Kruidvat, maar daar zitten gewoon luiers in. Maar die zal ik straks uitpakken. Ik ga nu eerst streamen. En dat doen we hier. Dat is wel leuk om even te laten zien. Kijk daar. Dat is mijn pc'tje. En deze dame zit altijd op mijn stoel als ik wil gaan streamen. Dat is mooi. Opa kan mooi zingen. Gooi je opa zomaar om. Kan toch niet, Olivia? Oeh, Funko Pops. Ik denk van Harry Potter. Adventkalender. Oh, die is leuk. Die is heel leuk. Een Funko Adventkalender. Nice.
Die heb ik gekregen van Ryan, omdat hij de PC, mijn oude PC mocht lenen. Ja, zo lang eigenlijk als ik leef. Ah, oh, Olivia, wat ziet er toch mooi uit met je oranje haarbandje. Oké, wij komen er zo aan. Oké, tot zo. Doei doei. Doei, zwaai Olivia. Ja, dit is wel moeilijk, want ze heeft allebei de handen nodig eigenlijk. Doei. Oh, doe je wel proberen? Weg. Weg. Oh, en dan laat ik deze ook. We gaan met mijn ouders slapen. Nicky gaat namelijk bij de voetbal kijken. En ik vind het saai om weer in mijn eentje voetbal te kijken. Dus ik dacht, ga bij mijn ouders slapen. Dan kan zij mooi mee. En dan blijf ik ook daar slapen. En dan kunnen we lekker met. Dan kan ik lekker bij mijn ouders voetbal kijken. Ja. Ik ben bijna binnen 10 minuten 100% als ik mijn eigen ding doe. Ja, die heb ik ook boven van Apple. Binnen 10 minuten? Nou, maar wel binnen een half uur. Maar dat ligt er wel in de bepaling.